dat ik het aan je proef. Heel erg welkom. Wel bedankt. Dank je wel, Montrini. En ook wel bedankt voor jullie aanwezigen. Ik ben nu in Nieuw-Mayapur. Nieuw-Mayapur is eigenlijk de plaats die in het vaste gedeelte van Europa is de enigste plaats waar Srila Prabhupada zijn persoonlijke kamers heeft. Want Srila Prabhupada heeft deze eigendom gekocht in 1975. En dan toegewijd hebben ze, het is een kasteel, een beetje groter dan Radhades. Voor degenen die er nog niet geweest zijn. En het heeft ook een gastenhuis en het heeft ook faciliteiten. Het was een tijdje lang was het een heel moeilijke situatie geweest in Nieuw-Mayapur. Want de Franse regering die zijn best wel strikt. En toen ze in de jaren 80, toen ze enorm veel boeken verspreidden en zo, toen ging de regering plots gingen ze tax heffen met terugwerkende kracht op alle boeken en misschien zelfs ook paraphernalia die verspreid was. En dan kregen ze een enorme taxrekening. Die ze niet konden betalen. En toen werd Nieuw-Mayapur verkocht, werd het te koop gezet. En dan toen, met de hulp van Bhakti Charuswami, ISKCON, de Hare Krishna beweging hier in Frankrijk, heeft het teruggekocht. En op deze manier, dus er zit al een hele historie achter. Op deze manier was er een soort, want dan heeft het lang geduurd vooraleer ze dus helemaal terug financieel bij machten waren om het project uit te breiden. Dus het heeft eigenlijk zo'n dertigtal jaar heeft het te weinig onderhoud gehad. En die achterstand die zijn ze nu aan het ophalen. Dus het is best een mooi project met 85 hectare grond erbij, veel bos ook. En het heeft veel potentieel om ook een zelfvoorzienende project te zijn, met boerderij en zo. Er zijn een paar koeien en zo. Maar het is vooral, er is heel veel potentieel hier. En het begint nu terug op te leven. Er leven nu een 50-tal toegewijden. En een paar jaar terug waren het er nog maar 15 of zo. Dus er is nu sinds een aantal jaren, vooral met de inzet van Jnananda Maharaj, leeft de Franse yatra, herleeft terug. Dus dat is een mooie evolutie die er plaats heeft. Nu, het hoofdstuk van vandaag is kanto 5, hoofdstuk 12. En de titel is Maharaj Rahugana spreekt met Jad Bharat. Dus we kennen een beetje het verhaal, maar het is altijd goed om even toch terug te gaan. Dus het verhaal is dat toen koning Nabi, een vrome koning, die deed een yagya om een speciale zoon te krijgen. En op die manier, omdat hij zoveel inspanning doet en zo vroom, deed en zo vroom was, kwam Rishabdev, een incarnatie van Krishna, die van Vishnu, die nam dan geboorte. En zijn zoon was Bharat. En Bharat was ook een perfecte koning naar het voorbeeld van zijn vader. En hij was de koning van de hele aarde. Zo, dan na vele jaren van goede regering, goede koning te zijn, toen trok hij zich terug met de bedoeling om zich te volmaken spiritueel.
En dat deed hij dan door zich terug te trekken naar het, zoals dat gebruikelijk was in die tijd, terug te trekken naar de plaatsen waar de sadhus verblijven. De vrome mensen die gaan zich terugtrekken en gaan ze heel simpel leven. En dan gaan ze zich concentreren op het plezieren van Krishna en ook een persoonlijke relatie, die er al is natuurlijk, maar om die persoonlijke relatie te verdiepen, nog dieper te maken. Zodat er ook een liefdesgevoel uit voorkomt. En dat kan dan gaan tot extase, dat kan gaan tot bhava, tot prema. Verschillende realisaties kunnen daaruit voorkomen als een vroom iemand zich helemaal 100% gaat richten op zijn relatie met de Allerhoogste. Dus, en dat gebeurde ook, en er waren tekenen van dat, heel duidelijke tekenen, dat Bharat een heel vergevorderde toegewijde was. Maar toen gebeurde dat incident daar met dat hertje, vrouwelijke hertje, die hoogzwanger was. En die zat te drinken aan de rivier van de vlak waar Bharat woonde, verbleef. En toen het hert aan het drinken was, vrouwelijke hert aan het drinken was, toen was er een leeuw die brulde daar in de buurt. En herten en leeuwen, dat is zoals water en vuur. Want de hert is een heel gemakkelijke prooi voor een leeuw. Dus die hert die schrok zich een bult en die sprong, wilde over de rivier, in de rivier springen om de rivier over te steken, zodat de leeuw daar niet bij haar zou komen. Maar door die ongebruikelijke sprong en hoogzwanger zijnde, daardoor werd plotseling het babyhertje geboren. En dat kwam dan in het water terecht en dat dreef dan op het water. Toen Bharat Maharaj dat zag, toen greep hij meteen in en redde het hertje. En op de koop toe, want normaal zou hij het aan de moeder hebben gegeven, maar op de koop toe, de moeder die viel daar over de rivier, viel ze meteen in een put en dat was een dodelijk einde. Het moest zo zijn, blijkbaar, om ons een mooi verhaal, een werkelijk verhaal, te kunnen geven, heeft Krishna dat zo geregeld dat het zo gebeurde. Dus dan op dat ogenblik was hij alleen met het hertje en hij begon het hertje te voeden, in zijn armen te nemen, affectie te geven. Hij was een grote koning met miljarden mensen. Maar toch, hij was ook een persoon. Dus met andere woorden, de liefde die hij aan het ontwikkelen was voor Krishna, die ging hij in een andere baan leiden. En hij ging die liefde begon hij te geven aan het hertje. En op de een of andere manier werd hij zo geabsorbeerd in dat hertje, dat hij dan ook emotioneel geaffecteerd door werd. Dus emotioneel, als hij het hertje niet meteen zag, dan was er een soort anxiety, een soort spanning in hem van oh, waar is mijn babyhertje? Waar is mijn, net zoals een moeder soms als een kind begint te kruipen en ze heeft geen aandacht en plotseling ziet ze het niet meer waar het kind is, dan gaat ze meteen, is de moeder is in anxiety. He, dat is een gevoel van anxiety. Ja, dus al die emoties en die gevoelens, die stopte hij in het hertje in plaats van in zijn sadhana, in plaats van in zijn relatie met Krishna. En met gevolg dat toen hij dan
zelf ook overleed, dat hij dan dacht aan het hertje op het laatste moment van zijn leven. Op het moment van de dood dacht hij aan het hertje. En dan word je, als je denkt aan een hertje op het laatste moment van je leven, dan neem je ook geboorte als een hertje. Alleen het verschil was tussen hem en een ordinaire ziel, een gewone ziel, zeg maar, was dat omdat hij zoveel bezig geweest was met zijn meditatie op Krishna, liet Krishna hem toen hij een lichaam had van een hertje, liet Krishna hem begrijpen wat zijn vorig leven was en wat er gebeurd was en hoe het kwam dat hij van een vergevorderde persoon en koning als hert was. Dus zelfs als hert ging hij dan heel voorzichtig zijn met wie hij associeerde. Want associatie is heel belangrijk. Dus hij keek er echt naar uit. Dus hij bleef daar gewoon in die regio waar de sadhus, de heiligen waren. En hij at heel simpel, als hertje ook. Hij had heel simpel en bleef in de associatie eigenlijk van de toegewijden. En dan daarna, in zijn volgend leven, werd hij geboren als Jad Bharat. En zelfs als Jad Bharat deed hij zich voor als doofstom. Zodanig dat hij weinig interactie moest hebben met de materiële wereld. En dan natuurlijk als gevolg daarvan gingen mensen met hem spotten en ja, gingen ze hem dingen laten doen en gaven ze hem heel simpel eten, een beetje net zoals ze, weet je. Dus hij was de laatste in de rij, ook al kwam hij uit, hij was geboren in een Brahmaanse familie, maar zijn broers en zo, die behandelden hem niet zo netjes, vooral niet nadat de ouders overleden waren. En zo kwam hij dan terecht bij die koning Raugana, waar die hem, zijn dienaren van Raugana, die kozen hem uit als een draagstoeldrager. En als draagstoeldrager, dan deed hij het niet altijd zo, want hij wilde geen... niet op de mieren stappen, hij wilde geen dieren doden, dus hij ging een beetje uit de pas. En toen hij uit de pas ging, dan werd hij ervoor verweten als een dommerik en dit en dat. Maar toen Jad Bharat dan uit zijn Maunavrata kwam, zeg maar, toen hij dan stopte met te zwijgen, dan vertelde hij dingen die Maharaj Raugana, waarvan hij onder de indruk was. En Maharaj Raugana begon te realiseren, dat is geen gewone persoon hier. Dat is een heel speciaal iemand hier. En zo komen we dus in die verschillende... zo komen we dan in het hoofdstuk waarbij Jad Bharat onderwijst koning Raugana. Dat was het hoofdstuk 11. Jad Bharat geeft geestelijke kennis aan koning Raugana. En koning Raugana die wilde meer van die associatie hebben, want hij was ook al was hij verward over wie hij eigenlijk is en wat het echte doel is van het leven, toch was hij ook een vredig persoon in wezen. Het is alleen door onwetendheid, zeg maar, dat hij kwaad werd op Jad Bharat. En het is door onwetendheid dat hij zich als in die positie van koning zoveel meer superieur achten. Hij achtte zich meer superieur dan zijn dienaren. Maar
toen Maharaj Raghuna met hem begon te spreken, dus hij ontmoet hem eerst, daarna onderwees hij de koning. En nu heeft de koning nog bepaalde, wil hij meer weten. Hij stelt ook wat vragen aan Sarbanat, die hij dan wil, ja. Want hij is leergierig, zeg maar. En hij wil spirituele vooruitgang maken. En hij wil daarom, en hij respecteert Jadbharat respecteren. Daarom hij gaf ook zijn eerbetuigingen aan Jadbharat toen hij begreep wie Jadbharat eigenlijk was. Toen begreep hij van, ja, kijk, weet je, ik dacht dat ik heel wat was, maar eigenlijk hoor ik zo iemand zoals Jadbharat, hoor ik te dienen. Ik hoor de dienaar te zijn van die persoon, omdat hij zoveel wijsheid, zoveel kennis heeft. Nu hebben we de inleiding. Dus in dit hoofdstuk zijn er, ik denk 16 versen, ja. Dus het is een vrij kort hoofdstuk. Dus dan moeten we niet zo bang zijn dat we door de tijdslimiet heen gaan. Dus ik zou nu, als jullie willen, zeg je dat, de synopsie willen lezen, de samenvatting van dit hoofdstuk willen lezen. Maharaja Raghuna spreekt met Jadbharat. Omdat Maharaja Raghuna nog steeds twijfels had, vroeg hij de Brahmana Jadbharat om zijn onderricht te herhalen en de ideeën die hij niet kon begrijpen te verhelderen. Dus hij vroeg om verheldering met bepaalde punten. Dat hebben we allemaal wel, dat we. Dat we dingen lezen en dat we dan denken van, oké, wat bedoelt Srila Prabhupada hier nu mee? En daarom is het zo belangrijk om een geestelijke leraar te hebben die ons of een, ja, je kunt het Shiksha Guru noemen ook, een toegewijde met wie we wat meer vertrouwd contact hebben, zeg maar. En die ons bepaalde dingen waar we mee zitten of waar we twijfels over hebben of vragen die we hebben, die ons dat kan uitleggen. Dat hoeft niet altijd per se de geestelijke leraar te zijn die ons initieert. Het kan ook een oudere toegewijde zijn of iemand die bepaalde kennis heeft van wie we een bepaalde leiding kunnen nemen, zeg maar. In dit hoofdstuk brengt Maharaj Raghuguna zijn nederige eerbetuiging aan Jadbharat, die zijn werkelijke positie verborgen had gehouden. Jadbharat wilde niet tonen dat hij een verheven positie had. Maar toen hij begon te spreken, Srila Prabhupada zegt ook, als iemand begint te spreken, dan kun je zien of hij een dwaas is of een geleerde. Zolang als iemand niet spreekt, dan kan die van alles zijn. Maar als hij begint te spreken, dan weet je met wie hij te maken heeft. Uit zijn woorden kon de koning echter opmaken hoe verheven en gevorderd in geestelijke kennis Jadbharat eigenlijk was. En hij betreurde ten zeerste dat hij een overtreding tegen hem had gemaakt. Hij had hem bespot. Maharaja Raghuguna, die als er een lijntje bovenop een letter staat, dan spreken we het lang uit. Ik weet niet of dat al opgevallen is, maar Maharaj Raghuguna. Dus als er bovenaan een letter in het Sanskriet een lijntje staat, dan spreek je het lang uit. Maharaja Raghuguna was gebeten door de slang der onwetendheid, maar werd genezen door de nectargelijke woorden van Jadbharat. Omdat hij nog steeds zijn twijfels had over de onderwerpen die besproken waren,
stelde hij later de ene vraag na de andere. Maar hij wilde in de eerste plaats bevrijd worden van de overtreding die aan de lotusvoeten van Jagannath had gemaakt. En net zoals in het leven worden we verondersteld om schulden en om die meteen te verheffen, om brand meteen te blussen. Zo ook wordt er, als we overtreding hebben gemaakt naar een andere persoon, dan is het goed om dat zo snel mogelijk te verheffen, zeg maar. Dat zo snel mogelijk te regelen. Wat niet altijd gemakkelijk is. Maar indien mogelijk, dan dat we dat zo snel mogelijk verheffen. Door te zeggen, sorry, ik had het niet zo bedoeld. Of ik denk dat ik verkeerd begrepen ben geweest in die omstandigheden. Wat dan ook, wat er ook gebeurd is. Dat we daar, als er dat soort dingen zijn, dat we dat zo snel mogelijk proberen te verheffen. Maar hij wilde in de eerste plaats bevrijd worden van de overtreding die hij aan de lotusvoeten van Zatbarat had gemaakt. Maharaj Rahugana voelde zich enigszins ongelukkig, omdat hij het onderricht van Zatbarat niet kon vatten. Daar de diepe betekenis ervan voor een materialist niet te begrijpen valt. Hij soms zou je toegewijden zeggen, nou, toen ik de eerste keer Bhagavad Gita las, begreep ik er niks van. Dat hoor je soms. En dat is, ja, en dat is goed te begrijpen ook, want het vraagt een bepaalde meditatie, het vraagt een bepaalde instelling, een bepaald, zou je kunnen zeggen, zuiveringsproces, vooraleer we de geschriften goed kunnen begrijpen. Daarom herhaalde Jadbarat zijn lessen op een nog duidelijker wijze. Hij zei dat alle levende wezens op de wereld, zowel de bewegende als de niet-bewegende, niet meer dan allerhande transformaties van de aarde waren. De koning was er enorm trots op dat hij het lichaam van een vorst had. Maar Jadbarat legde hem uit dat het lichaam niets anders dan een transformatie van de aarde was. Dat komt ook later voort in de teksten. Uit vals prestige had de koning zich onheus gedragen tegenover de palankijndrager, als meester tegen dienaar. En eigenlijk was hij ook altijd zeer onvriendelijk tegen andere levende wezens. Daarom was koning Rahugana niet in staat om de burgers bescherming te bieden. En omdat hij onwetend was, kon hij evenmin tot de grote filosofen gerekend worden. Alles in de materiële wereld is slechts een transformatie van aarde. In de materiële wereld, het bestaat uit aarde, water, vuur, lucht en ether. En die hebben allemaal met elkaar te maken, want uit ether komt lucht. Uit lucht komt vuur. En uit vuur komt water. En uit water komt aarde. En dan hebben we natuurlijk ook andere dingen zoals de geest, hè, die staat daarboven, boven die vijf elementen. Dan heb je de intelligentie, het ego en dan de ziel. In feite zijn de diverse soorten echter één en hetzelfde en uiteindelijk vallen al deze verschillende soorten tot de atomen uiteen. Niets is blijvend in deze materiële wereld. Waarom is niets blijvend? Omdat de materiële wereld is een tijdelijke creatie. Tijdelijk betekent wel miljoenen jaren, maar, of biljoenen jaren. Maar het is en het blijft tijdelijk.
En het is geschapen voor een bepaalde reden. Het is geschapen om een plaats te geven aan degenen die onafhankelijk van Krishna willen genieten in de spirituele wereld, dan kunnen zij terecht in de materiële wereld. En het is tevens geschapen om degenen die terechtkomen in de materiële wereld, om die terecht te wijzen dat de materiële wereld is niet de plaats waar je gaat om te genieten. Dus het zorgt voor twee dingen eigenlijk. Voor een opvang voor degenen die onafhankelijk van Krishna willen genieten. En om de mensen te verbeteren. Om de mensen te tonen van, kijk, want de materiële wereld is vol met ellende. Ja, dat ligt er vingerdik op. Dat elke krant die je opent, zie je ongelukken, moorden, oorlog, weet ik veel, bedriegerij, van alles en nog wat. Dus de materiële wereld is, zoals Prabhupada zegt, it's not a place for a gentleman. Maar als een levend wezen onafhankelijk van Krishna wil genieten, dan wordt hem die plaats aangeboden. En tegelijkertijd werkt Krishna eraan dat degene die dan terechtkomt in de materiële wereld, dat die nadat die persoon zijn hoofd heeft gestoten, aantal keren of ontelbare keren, dat hij dan uiteindelijk tot inzicht komt van, kijk, dit is, waarom ben ik hier, weet je, wat doe ik hier, wat is het doel van het leven? Is er een God, is er geen God? Dan beginnen we vragen te stellen. En door het feit dat de materiële wereld is wat het is, vooral plaatsen zoals de aarde, de hel, op de hemelse planeten, daar kun je nog soms een beetje vergeten dat je in de materiële wereld bent. Alhoewel niet helemaal, maar toch. Daar is veel meer luxe, daar is veel meer genot. Maar in deze wereld zijn er zware prijzen te betalen voor genot. Dus het brengt ons terug tot onze zinnen, zeg maar. Tot inzicht, werkelijk in te zien van oké, wie ben ik nu? En wat is mijn relatie met de Allerhoogste? En wat doe ik eraan, weet je? De veelsoortigheid der dingen en het onderscheid ertussen bestaan alleen maar in de speculerende geest. De absolute waarheid staat boven illusie en openbaart zich in drie aspecten. Het onpersoonlijke Brahman, de plaatselijke aanwezige Paramatma en de allerhoogste Godspersoon. De hoogste realisatie van de absolute waarheid is de allerhoogste Godspersoon, die door zijn toegewijde Vasudev genoemd wordt. Tenzij men gezegend is en het stof van de voeten van de zuivere toegewijde op zijn hoofd mag dragen, kan men onmogelijk een toegewijde van de allerhoogste Godspersoon worden. En dan een laatste paragraaf. Jad Bharat vertelde de koning ook over zijn vorige leven en legde hem uit dat hij zich door de genade van de Heer nog steeds alles kon herinneren. Door de gebeurtenissen van zijn vorig leven was Jad Bharat zeer voorzichtig geworden en gedroeg hij zich nu als een doofstomme, ten einde zich niet met de materiële wereld te hoeven inlaten. Het contact met de gaardheden der materiële natuur heeft een zeer sterke uitwerking. Men kan het slechte gezelschap van materialisten alleen maar vermijden als men omgang met toegewijden heeft. In de omgang met toegewijden krijgt men de gelegenheid om op 9 verschillende manieren toegewijde dienst te doen. Sravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, Pada Sevanam, Archanam,
Vandanam dasyam sakyam atmanivedanam. Op deze wijze kan men in het gezelschap van toegewijden elk contact met de materie vermijden. De oceaan van onwetendheid oversteken en terugkeren naar huis, terug naar God. Dus ons doel in deze materiële wereld is om terug te keren naar God. Daarom noemde Srila Prabhupada zijn tijdschrift. Tijdschrift van de Hare Krishna gemeenschap. Ik noem het nog steeds zo. Back to Godhead. Want dat is waar we mee bezig zijn. Het hele proces van Krishna bewustzijn is met het doel terug naar God te gaan. En alles wat we doen hoort in die lijn te zijn. Dan zijn we goed bezig. Natuurlijk, er zijn basisrealisaties die we moeten hebben vooraleer we kunnen aanvaarden dat het doel van het leven is om liefde voor Krishna te ontwikkelen. Dat komt niet vanzelf. Dat komt bij de genade van Krishna. Dat komt bij de genade van de toegewijden. Dat komt door de boeken van Srila Prabhupada te bestuderen. Dan komen we tot die realisatie. Van wat is nu eigenlijk het doel van het leven? Zo, het eerste vers. Ik zal het. Het eerste vers in Sanskriet even lezen. Niet het gemakkelijkste om te lezen, maar goed. Yogana vacha namo nama karana vigrahaya svarupa kuchikrita vigrahaya namo vaduta vidya bandulinga nihuda nityanu bhavaya tubhyam. Vertaling. Koning Rahugana zei: O, hoogst verheven persoonlijkheid, u bent niet verschillend van de allerhoogste godspersoon. Door de invloed van uw ware zelf zijn alle tegenstellingen in de shastras nu opgeheven. U verbergt uw transcendentale, gelukzalige aard. Door u voor te doen als de vriend van een Brahmana. Ik breng u mijn nederige eerbetuiging. Dus hier, koning Rahugana, die spreekt met respect om goed te maken wat hij heeft gedaan vroeger, spreekt hij met respect naar Jadbharat. En dat doet hij om op te maken wat hij heeft verkeerd gedaan. En om ook hem uit te leggen dat hij op prijs stelt dat hij door Jadbharat wordt geïnstrueerd. Tweede vers. O beste der Brahmana's, mijn lichaam is vol met vuiligheid en mijn visie is gebeten door de slang van de trots. Dus het is nog steeds de koning die zo spreekt. Dus hij spreekt nu met veel andere manier dan vroeger. Hij spreekt nu met een inzicht van wat zijn werkelijke positie is. Vergeleken met Jadbharat. Dus hij brengt de koning, ook al is hij de koning, hij brengt nu een heel nederige houding, neemt hij aan tegenover Jadbharat. Ik ben verziekt door mijn materiële opvattingen. Uw nectargelijke onderricht is het juiste medicijn voor iemand met zo'n koorts als ik. He, want Jadbharat heeft hem ook een paar scherpe woorden moeten zeggen om hem wakker te maken. Om hem te laten begrijpen dat... He, nou, jij toont je wel als koning, maar weet je wie je eigenlijk bent? Je bent gewoon een geestelijke ziel, een dienaar van Krishna.
Dus dat was even pijnlijk om dat te horen. Want de koning was vol van zichzelf. Want hij had zoveel onderdanen. Als hij klikte met zijn vingers, dan sprongen de onderdanen om hem te dienen. Maar in werkelijkheid is hij ook maar een, weet je, een persoon, is hij ook maar een dienaar van God. Die tijdelijk deze positie wordt gegeven, maar waar men geen misbruik hoort van te maken. En als men er misbruik van maakt van die positie, dan is er een reactie. Dus daarom was het een soort geestelijk onderricht van een sadhu, wordt soms vergeleken met een medicijn, het toedienen van een medicijn. Want het heeft een helende werking op het begrip, op het inzicht, spiritueel inzicht. En het is als verkoelend water voor iemand die verbrand is door de hitte van de zon. En dat kwam voor omdat hij zich vereenzelvigde met ons lichaam. Zelfs wij als toegewijden, ook al zijn we bezig met de Krishna-bewustzijn voor 1 jaar, 10 jaar, 20 jaar, 40 jaar, dan toch. Als we zelf reflectie hebben, dan kunnen we zien dat we soms reageren op een niveau van het lichamelijk bewustzijn. Dat we onszelf betrappen, dat we denken van, oh, oké, ik reageerde in deze situatie op die manier. Maar eigenlijk is dat niet passend voor iemand die weet dat hij niet het lichaam is, dat hij een eeuwige geestelijke ziel is. Die hoort niet eigenlijk op die manier te reageren. En dan kunnen we daar met meer en beter inzicht en regelmatige studie, kunnen we daar wijzigingen aanbrengen in ons bewustzijn, zodanig dat de theorie en de praktijk op hetzelfde niveau staan. Want in het Krishna-bewustzijn is het niet genoeg om mooi te praten en dan daarna in privé helemaal anders te zijn of te reageren of te leven. Dat hoort niet. Dan zijn we een soort imposter. Maken we een show van ons geestelijk leven. Dat is niet de bedoeling. De bedoeling is dat we waarachtig zijn. Dat we dingen die we zeggen of waar we achter staan, dat we daar ook in de praktijk zo naar leven. Showbottle, dat duurt niet lang in het Krishna-bewustzijn. Daar steekt Krishna een stokje voor. Het derde tekst. Als ik over een bepaald onderwerp nog twijfels heb, zal ik u daar later over vragen. Op dit moment lijken me deze mysterieuze yogalessen in zelfrealisatie, die u me gegeven hebt, zeer moeilijk te begrijpen. Wees daarom zo goed om me alles nog een keer op een eenvoudige manier uit te leggen, zodat ik het kan vatten, want ik ben heel leergierig. En ik wil dit goed begrijpen. Hier in de betekenisverklaring, daar verwijst Srila Prabhupada naar het vers van Bhagavad Gita, vierde hoofdstuk, vers 34. Tatvidi pranipatena pari prasnena sevaya upadekshanti te gyanat tatsvadarshana. Dus waarbij er wordt aangeraden om een geestelijke leraar te benaderen in alle nederigheid en hem dierbaar te zijn, hem dienst te verlenen
En hem vragen te stellen. Dat is de juiste houding. De juiste houding is niet om uitdagend te zijn naar een geestelijke leraar. Dat is niet de juiste houding. Dat is een houding van een vals ego. De juiste houding is dat we benaderen een geestelijke leraar, we bieden hem dienst aan en we stellen hem in alle nederigheid vragen. En dan zitten we in een goede situatie. Dan is de hele situatie is dan goed om voor receptie. Dan kunnen we ook ons hart openstellen voor antwoorden. En dan de antwoorden van de geestelijke leraar, die kunnen dan eventueel een blijvend effect hebben op ons bewustzijn. Dus die Krishna-bewustzijn is heel diepgaand. En die relatie geestelijke leraar, discipel. Dat is het ontvangen van kennis en dan die kennis te laten indringen in ons en dan proberen te handelen naar die kennis. Dat is het vers 4:34 van Bhagavad Gita. En zoals hier staat in de betekenisverklaring ook, men moet zich niet alleen aan de geestelijke leraar overgeven, maar hem ook liefdevol dienen. Zodat de geestelijke leraar voldaan is over de student en hem de transcendentale wetenschap nog beter kan uitleggen. Als men de Vedische leringen wil doorgronden, moet men geen uitdagende houding aannemen tegenover de geestelijke leraar. Ja, als we de geestelijke leraar benaderen in alle nederigheid en met de bedoeling om hem te dienen, dan ontstaat er de juiste chemische reactie in het hart, zeg maar, om kennis te krijgen. En die kennis, dat is dan een spirituele verrijking voor ons, die we dan verder meenemen in ons leven. En zo geleidelijk aan, in combinatie met het chanten van de Heilige Naam, gaan we steeds meer ons hart zuiveren van de materiële neerslag. Ja, want ons hart is net zoals als je in de badkamer, als je een douche neemt, dan de spiegel die is bedekt met stoom. Met dampneerslag op die koude spiegel, dan zie je je gezicht niet meer. Dus ook ons hart, door in deze materiële leven is geen lachje. In deze materiële wereld leven is geen lachje. Dus je komt zoveel dingen tegen die je harder maken. En ook dingen die we zelf doen, die we ons eigen aandoen. Het is niet alleen van buitenaf, maar dingen die we onszelf ook aandoen. Door verkeerd te leven, door te liegen, door zoveel dingen, liegen, bedriegen, weet ik veel. Dat heeft allemaal een effect en dat maakt ons harder. En dat maakt de afstand tussen ons en Krishna groter. Dus die materiële contaminatie van ons hart, die moet gezuiverd worden. En die wordt gezuiverd door geestelijke kennis, door het contact met de geestelijke leraar, door het chanten van de Heilige Naam, door prasadam te nemen. Dat zijn allemaal remedies, medicijnen, die inwerken op onze conditionering. En als we die goed laten inwerken, dan kunnen we geleidelijk aan meer zuiver van hart worden. Tekst 4. O meester van de yogakrachten, u zei dat men de vermoeidheid als gevolg van het verplaatsen van het lichaam gewoon
waar wordt door rechtstreekse waarneming. Maar dat er in feite helemaal geen sprake van vermoeidheid is. Dat het gewoon maar de algemene opvatting van de mensen is. Door zulke vragen en antwoorden kan niemand achter de absolute waarheid komen. Deze uiteenzetting van u heeft mijn geest enigszins in de war gebracht. In de betekenisverklaring legt Prabhupada uit: oppervlakkige vragen en antwoorden over het lichamelijk bepaalde levensbeschouwing leveren geen kennis op van het absolute waarheid. Kennis van de absolute waarheid is totaal verschillend van het alledaagse begrip van lichamelijke pijn en vreugde. In de Bhagavad Gita legt Heer Krishna Arjuna uit dat de pijn en de vreugde die men in zijn lichaam ervaart tijdelijk zijn. Ze komen en gaan. Men moet er niet door in de war geraken, maar ze verdragen en doorgaan op het pad der zelfrealisatie. Kijk, onze ziel in ons lichaam, die is eeuwig. Die ziel die geeft ons alle kracht om alles te doen. Dus om zoveel bezig te zijn met van, oh, ik ben moe nu, ik ben dit, ik ben dat. Dat is dagelijkse kost, dagelijkse. En natuurlijk, toegewijden praten ook over het feit dat ze ziek zijn of zo. Daar gaat het niet om. Maar toch, bij de mensen in het algemeen, is dat echt de dagelijkse kata. En we hoeven daar eigenlijk niet zoveel tijd aan te besteden, want het is, al die dingen zijn gerelateerd tot het lichaam. Tot het lichaam wat tijdelijk is. Dus als we al die energie die we daar instoppen, in dat mentale bewustzijn, zeg maar, in dat bewustzijn wat verbonden is aan het tijdelijk, wat verbonden is aan de aarde, wat verbonden is aan het lichaam. Dat is ook, er zit ook veel verspilling van tijd in. Maar dat is niet altijd gemakkelijk om dat te begrijpen. Om dat in de juiste perspectief te plaatsen. Om daarna te leven. Dat is niet zo... simpel, dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Tekst 5 en 6. De zelfgerealiseerde Brahmana, Jad Bharat, zei: onder de verschillende materiële combinaties en permutaties zijn er allerlei vormen en transformaties van aarde. Om de een of andere reden lopen deze over het aardoppervlak rond en worden palankijndragers genoemd. De materiële transformaties die niet bewegen zijn grofstoffelijke materiële objecten, zoals stenen. Maar in alle gevallen is het materiële lichaam gemaakt van aarde en steen in de vorm van voeten, enkels, kuiten, knieën, dijen, romp, keel en hoofd. Op de schouders rust de houten palankijn. En in de palankijn zit de zogenaamde koning van Sovira. Het lichaam van de koning is eveneens slechts een transformatie van aarde. Maar in dit lichaam zit u verborgen, o majesteit. In de verkeerde veronderstelling dat u de koning van de staat Sovira bent. Zo hier, Jad Bharat, die geeft nu antwoord op die twijfels van de koning. En hij geeft hem een soort uitleg, een soort analyse. Zodat hij kan begrijpen
dat de ziel van een verschillende aard is dan het lichaam. Het lichaam is gemaakt van de basiselementen. Basiselementen, zoals vernoemd, aarde, water, vuur, lucht en ether. Dat zijn de vijf basiselementen waaruit ons lichaam zijn gemaakt. En die basiselementen die zijn tijdelijk. Nu verschijnen we met een lichaam. We zijn 1,80 meter, 1,70 meter, we wegen 70 kilo, 80 kilo enzovoort. En ons lichaam bestaat uit die dingen. Maar de ziel is wat de kracht geeft van alles. Kracht van mijn spreken komt voort van de ziel. Kracht om te zien door die zenuwen en ogen en komt van de ziel. En van zodra het tijd is om dit lichaam te verlaten, of het lichaam is gedegenereerd en de ziel kan niet meer langer in het lichaam blijven, dan plotseling als de ziel het lichaam heeft verlaten, dan is het gewoon dode materie. En dan kan het sneller terug in stof en as gedaan worden door te verbranden. Maar ook als het gewoon in de grond gestopt wordt, dan keert het terug naar de aarde. Want het komt, die elementen waaruit dat lichaam gemaakt zijn aarde, water, vuur, etc. Dus het keert gewoon terug naar de aarde. Het lichaam is een organisch product. En de essentie is de ziel. En de ziel heeft naast hem, in het hart, is de superziel. En de superziel die kijkt naar alles wat we doen. Er is geen enkele gedachte, er is geen enkele beweging, er is geen enkele actie die niet gezien wordt door de superziel. Alles wordt gezien door de superziel. Maar de superziel tegelijkertijd geeft ook de onafhankelijkheid aan het levend wezen. Maar het geeft hem wel de kans om geestelijke vooruitgang te maken. De vereenzelviging van pijn en vreugde, die spelen zich vooral af in de geest. Want de ziel en de superziel, die staat altijd los van lichamelijke vreugde en pijn. Alhoewel de ziel zit natuurlijk een beetje in de kooi van het lichaam. Maar tegelijkertijd staat de ziel, die wordt eigenlijk nooit echt beïnvloed door die pijn. Dus dat is ook een niet zo gemakkelijk te begrijpen principe, maar het is wel belangrijk dat de ziel ervaart dat het lijden er is, maar ze wordt er niet echt door geaffecteerd. Daarom ook als iemand bijvoorbeeld in de oorlog iemand wordt neergeschoten bijvoorbeeld, dan wordt de ziel wordt gedwongen dat lichaam te verlaten. Het lichaam is beëindigd door die bom of door wat er ook gebeurt op dat ogenblik. Maar de ziel die verlaat het lichaam en die neemt gewoon een volgende geboorte of gaat terug naar de spirituele wereld. Wat ook zijn bestemming is. Dus we gaan nu naar tekst 7. En dat is opnieuw Rauhana. En dat gaat nu zo verder. Hè? Die predikt tegen de koning. Maar het is beslist een feit dat deze onschuldige mensen
die onbetaald uw palanquin moeten dragen, onder dit onrecht lijden. Ze bevinden zich in een zeer beklagenswaardige situatie, omdat u hen met geweld gedwongen hebt uw palanquin te dragen. Dit bewijst dat u wreed en onvriendelijk bent. Maar uit vals prestige beschouwde u uzelf als de beschermer van de burgers. Dat is belachelijk. U was zo'n dwaas dat u in het gezelschap van grote wijzen beslist geen bewondering geoogst zou hebben. Dus dat is opnieuw een beetje een scherpe uitspraak die hier gedaan wordt door Jad Bharat, want hij noemt Raughuna een dwaas, omdat hij mensen dwong om hem persoonlijk te dienen en hij betaalde ze er niet eens voor. Dus ook al is de ziel daar diep zelf niet door geaffecteerd, betekent niet dat je dan ten onrechte mensen mag behandelen. Want als je mensen ten onrechte behandelt, daar is een reactie voor. Je mag niet mensen uitbuiten. Je mag niet mensen exploiteren. Op welke manier dan ook. Dat zijn verkeerde dingen die reacties teweeg brengen en waarvoor je dan ook karma krijgt. Een koning in een maatschappij, die hoort de vertegenwoordiger te zijn van de Allerhoogste. Dat is het ideaal in een Vedische maatschappij. Als je daar een koning hebt, dan hoort hij de vertegenwoordiger van de Allerhoogste persoon, Godspersoon te zijn. En in dat soort relatie, daar het dwingen van mensen, het uitbuiten van mensen, dat heeft daar geen plaats. Dat is wel gaande in deze wereld. Dat weten we ook. Het is heel sterk gaande zelfs in deze wereld, uitbuiten van mensen. De moderne slavernij, zoals we dat ook soms noemen. We denken dat de slavernij weg is, maar in werkelijkheid worden nog veel mensen gedwongen in dingen te doen die ze niet willen of die eigenlijk niet door de beugel kunnen. Dus we gaan nu naar 8, vers 8. Wij op aarde zijn allemaal levende wezens in verschillende vormen. Sommige van ons bewegen en anderen bewegen niet. Ja, sommige van ons, de mensen bewegen, de bergen, die bewegen niet. Of blijkbaar niet. We worden allemaal geboren, blijven een tijdje en worden tenslotte vernietigd als het lichaam zich weer vermengt met de aarde. We zijn geen van allen, meer dan verschillende transformaties van de aarde. Dus hier komt dat punt terug dat we... Ja, dat we in wezen, ons lichaam bestaat uit materiële elementen. Als we ons vereenzelvigen met dat lichaam. Als we ons vereenzelvigen met de ziel, dan. Als we zeggen, ik en we bedoelen onze ziel. Oké, dan zitten we op de juiste golflengte. De verschillende lichamen met hun diverse capaciteiten zijn gewoon transformaties van de aarde en bestaan alleen in naam. Want alles komt uit de aarde voort en wanneer het vernietigd wordt, vermengt het zich weer met de aarde. Met andere woorden, we zijn niet meer dan stof en zullen tot stof wederkeren. Over dit punt kan iedereen nadenken. De kosmische openbaring is een mengeling van materie en geest, maar de oorzaak is de Allerhoogste Godspersoon. En de materiële energie is Krishna's energie. Maar wat speciaal is, is dat Krishna losstaat van die materiële energie. Dat is speciaal. Het is zijn energie.
Maar hij wordt er niet onder, hij loopt er niet onder gebukt, zeg maar. En de spirituele energie is ook Krishna's energie. En als we iets materieels gebruiken in dienst van Krishna, dan wordt het verspiritualiseerd. Dan wordt het geestelijke energie. Net zoals het lichaam van een zuivere toegewijde. Daarom wordt dat niet verbrand. Dat wordt in samadhi geplaatst. Omdat, zoals Sri Prabhupada's lichaam, werd in samadhi geplaatst. Omdat hij zijn lichaam, wat gemaakt is uit aarde, elementen, omdat hij dat verspiritualiseerd heeft. En daarom, uit respect voor dat lichaam, wordt het lichaam in samadhi geplaatst. Vers 9. Men kan zeggen dat alle verschillende verschijnselen uit de planeet Aarde zelf voorkomen. Maar hoewel het universum tijdelijk een tastbare realiteit mag lijken, heeft het uiteindelijk geen werkelijke bestaanswaarde. De aarde is oorspronkelijk geschapen door het samengaan van atoomdeeltjes. Maar deze deeltjes zijn vergankelijk. In werkelijkheid is het atoom niet de oorzaak van het universum. Al denken sommige filosofen dat wel. Het is geen feit dat de verschillende verschijnselen die men in deze materiële wereld aantreft, gewoon het resultaat zouden zijn van de rangschikking of het samengaan van atomen. Dus dit vers behandelt de schepping. De schepping die gemaakt wordt om voor die twee redenen, om de mensen die onafhankelijk van Krishna willen zijn. Dus wij zijn allemaal in die situatie geweest dat we onafhankelijk van Krishna wilden zijn. En daarom heeft Krishna ons gezegd van kijk, neem geboorte in de materiële wereld. En dan zijn we in deze materiële wereld, zijn we op verschillende plaatsen geweest. Op vele, vele plaatsen. Verschillende geboortes hebben we genomen in verschillende incarnaties. En nu zijn we gekomen tot het punt waarbij we bepaalde vragen stellen, inzichten hebben en interesse tonen om terug onze verbintenis te maken met de Allerhoogste. Wat de hele bedoeling is van het Krishna-bewustzijn. Daarom heeft Krishna zijn afgezant naar deze aarde gestuurd, Sri Prabhupada, om de mensen op deze aarde, die een zekere openheid hebben, zekere realisatie hebben, om die te inspireren om verdere stappen te zetten in hun spiritueel leven en om terug te gaan naar back to Godhead. Om terug naar huis te gaan, naar de geestelijke wereld. En het aanvaarden van Krishna, het aanvaarden van God, het aanvaarden van de Allerhoogste is natuurlijk een essentieel element. En dat wordt hier ook aangeraakt, in deze betekenisverklaring. Sarva karana karanam. Allerhoogste is de oorzaak van alle oorzaken. Je kunt hier niks aanraken in deze wereld. En zeggen van, oh, dat heeft niks met God te maken. Dat heeft niks met Christus. Je kunt niks vinden, je kunt niks zien. Je kunt niks horen, je kunt niks proeven. Dat niks te maken heeft met de Allerhoogste. Want het is allemaal zijn energie. Hij is de oorzaak van alle oorzaken. Krishna is de oorzaak van de atomen. Van de materiële energie.
Want Sri Prabhupada besluit de betekenisverklaring van vers 9 door te zeggen van de uiteindelijke oorzaak is de Allerhoogste Godspersoon. En alleen mensen die in onwetendheid verkeren, komen met allerlei theorieën aandragen om te proberen een andere oorzaak te vinden. En zoals de mensen die het hebben over de Big Bang, weet je, er was een explosie in het universum. En zo ontstonden al die planeten en al dat. Maar voor een persoon die een beetje intelligent is, dat heeft geen sens. Dat is niet logisch. Dan vers 10. Aangezien dit universum uiteindelijk geen werkelijke bestaanswaarde heeft, is alles wat er deel van uitmaakt verbeelding. Zoals het feit dat iets of iemand kort, zwaar, mager, klein of groot is, als ook verschillen, oorzaak, gevolg, levenssymptomen en materialen, het zijn allemaal potten gemaakt van dezelfde substantie, aarde, waar verschillende namen aan zijn gegeven. De verschillen liggen in de substantie, de aard, de aanleg, de tijd en de activiteit. U dient te weten dat dit allemaal louter mechanische manifestaties zijn, geschapen door de materiële natuur. He, die elementen die worden op zoveel manieren gebruikt. Net zoals je met klei kun je kopjes maken, borden om wat te drinken, te eten. Je kunt er bakstenen van maken, je kunt er dakleien van maken, je kunt er vloeren van maken. Je kunt de materie, maar om dan te zeggen van die fabrikant van de vloer, dat zijn mijn tegels. Maar uiteindelijk is het gewoon gebakken klei en dan met wat lazuur erop en dat is dan de vloertegel. Ik zeg niet dat dat geen werk of attentie vraagt om de juiste vloertegels te maken en mooie kleuren en zo. Maar het zijn allemaal basiselementen die voortkomen uit de materiële natuur en die door Krishna zijn ter beschikking gesteld aan de levende wezens, om ze te gebruiken. Ja, Sri Prabhupada maakt ook het punt in die betekenisverklaring dat vergeleken met de eeuwigheid heeft deze materiële wereld, inclusief ons lichaam natuurlijk en de planten, en dat is allemaal een heel korte termijn vergeleken met ons eeuwigheid van ons bestaan. So, we gaan nu naar vers 11. Wat is de uiteindelijke waarheid dan wel? De uiteindelijke waarheid is niet dualistische kennis die vrij is van de besmetting van alle materiële hoedanigheden. Deze kennis schenkt ons bevrijding. Ze is uniek, alomtegenwoordig en gaat elke voorstelling te boven. De eerste realisatie van die kennis is Brahman. Vervolgens wordt Paramatma, de superziel, gerealiseerd door de yogis, die trachten om hem zonder wrok te zien. Dat is de tweede fase van realisatie. Ten slotte bereikt men volledige realisatie van dezelfde allerhoogste kennis in de allerhoogste persoon. Alle grote geleerden beschrijven de allerhoogste persoon als Vasudeva. De oorzaak van Brahman, Paramatma, en al het andere wat er bestaat. Dus dit zijn drie vormen van realisatie. De Brahman-realisatie is meer een impersonalistische manier. Dan aanvaard je dat de energie er is in deze wereld. Maar sommige mensen die Brahman-realisatie hebben, die komen niet tot het punt van een persoonlijke God achter die energie te zien. En dan heb je de Paramatma, dat is dus dat je realiseert dat God in ons hart aanwezig is. En dan heb je de Bhagavan-realisatie,
dat je begrijpt dat God een persoon is. Dat zijn verschillende vormen van realisatie. Niet alleen weten dat die drie niveaus er zijn, Brahman, Paramatma en Bhagavan-realisatie, maar het werkelijk realiseren dat Bhagavan, dat God echt een persoon is. Ja, Krishna Vasudev, Sarva Karna Karanam. Krishna Vasudev is de oorzaak van alle oorzaken. De absolute waarheid is vrij van alle materiële besmetting. Krishna's lichaam en ziel zijn niet verschillend van elkaar. Wij, ons lichaam en onze ziel, die verschillen van elkaar. Heel duidelijk verschillen ze van elkaar. Maar als Krishna naar deze aarde komt, dan ziet hij eruit als een mens. Natuurlijk veel meer aantrekkelijk, met heel veel uitstraling. Maar hij ziet eruit als een mens. En hij is heel mooi, heel adembenemend mooi, ziet Krishna eruit. Maar zijn lichaam en zijn ziel, die verschillen niet van elkaar. Dus Krishna kan eten met zijn hand, met zijn mond, maar hij kan ook eten met zijn hand of met zijn elleboog of met zijn schouder of met Krishna. Zijn lichaam is transcendentaal. Is volledig spiritueel. Het is niet een lichaam van vlees en bloed. Het is niet een lichaam dat gemaakt is van de vijf elementen waaruit deze schepping bestaat. Zijn lichaam is spiritueel, is transcendentaal. En hij kan gewoon vanuit de materiële wereld naar de spirituele wereld gaan, of van de spirituele wereld naar de materiële wereld. Hij heeft geen vliegtuig of geen Sputnik of geen helm nodig of geen pak nodig, astronautenpak nodig. Hij heeft het allemaal niet nodig. Hij kan gewoon bewegen, want het is zijn schepping. Hij beweegt daarin vrij. Daarom kan hij tevoorschijn komen uit een atoom. Want hij is aanwezig in elk atoom. Hij is al aanwezig in elk element van de schepping, is hij aanwezig. Daarom kon hij gewoon uit die pilaar komen toen Hiranyakasipu zei van, is jouw God hier? En Pranav zei ja. Want Krishna is aanwezig in elk atoom. En daarom kon Heer Nrisimhadev tevoorschijn komen uit die pilaar. Omdat hij aanwezig is in elk element van zijn schepping. Dus nu gaan we naar 12. Beste koning Rahugana, tenzij men de gelegenheid krijgt om het stof van de lotusvoeten van grote toegewijden over zijn hele lichaam te smeren, kan men de absolute waarheid niet realiseren. Men kan de absolute waarheid niet realiseren door eenvoudigweg het celibaat te betrachten, strikte regels en bepalingen van het gezinsleven te volgen, als van aprasta huis en haard te verlaten, sannyas te nemen, of in de winter strenge ascese te beoefenen door in het water te blijven staan, of in de zomer in de verzengende hitte van de zon, midden in een cirkel van vuur te gaan zitten. Er zijn nog veel andere methoden om de absolute waarheid te begrijpen. Maar de absolute waarheid wordt alleen onthuld aan iemand die de genade van een groot toegewijde heeft ontvangen. Dus je kunt niet dogmatisch, op een dogmatische manier Krishna bewust worden. Of je kunt niet zeggen, ik ga nu, weet je, vanaf nu eet ik alleen maar kikkererwten, 10 kikkererwten, weet ik zo. Dat werkt niet op die manier. Als je weinig eet om Krishna te plezieren, dat is al een heel andere dimensie. Zoals de 6 Goswamis deden. Zij waren zo geabsorbeerd in het Krishna-bewustzijn,
En om te spreken over Krishna, om te schrijven over Krishna, om 64 rondjes per dag te chanten of meer, 108 rondjes per dag te chanten. Dat is iets anders. Als iemand zo geabsorbeerd is in het Krishna-bewustzijn en op een intense manier Krishna-bewustzijn beleeft en Krishna-bewustzijn Krishna wil plezieren, dan wordt het heel persoonlijk. Maar als je dogmatisch zegt, vanaf nu ga ik dit doen of dat doen, met je tanden op elkaar om iets te bereiken, zo werkt het niet. Dat is niet Krishna-bewustzijn. Als je verheven wil worden in Krishna-bewustzijn, dan daarom zegt hij tegen koning Rahugana, zegt hij van kijk, als jij wil, weet je, verder vooruit gaan maken in jouw spirituele leven, dan tenzij dat je het stof van de lotusvoeten van grote toegewijden over je hele lichaam kunt smeren. Dus dat betekent dat tenzij dat je die genade, dat je die band hebt met vergevorderde toegewijden, en die band hebt en hebt ontwikkeld en die relatie en die toegewijde dienst en die intentie van het Krishna-bewustzijn beleefd, dan dat kun je niet zomaar vervangen. Net zoals de gopis, zij waren totaal overgegeven aan Krishna. En dat is heel moeilijk te begrijpen, die intensiteit van die overgave. Zelfs als Krishna er niet was, dan waren ze nog steeds 24 uur per dag bezig met Krishna. En dat is, ja, dat persoonlijke aspect en dat gevoel, net zoals we chanten, dan horen we dat te doen met gevoel en met de intensiteit om Krishna te plezieren. Niet mechanisch chanten. Ik zeg niet dat het waardeloos is om mechanisch te chanten, maar het is niet, als je wil komen op het niveau waar hier nu sprake van is, als je wil komen tot een persoonlijke relatie met Krishna, dan gaan we dat niet bereiken via mechanisch chanten. Mechanisch chanten kan een fase zijn in ons leven, maar we horen te komen tot chanten waar we meer een persoonlijke relatie met Krishna ontwikkelen en waar we meer gevoel stoppen in ons chanten. En meer gevoel stoppen in onze toegewijde dienst aan Krishna, dat we dat met gevoel doen. Niet alleen met ons verstand, maar ook met ons gevoel. En vandaar dat spontane toegewijde dienst doen. Dat we dat doen met ons hart en ziel. Dat is het niveau waar we moeten komen. Ik ben ook niet op dat niveau, maar dat is het niveau waar hierover gesproken wordt. Dus ik herhaal gewoon wat we hier lezen van Srila Prabhupada en de weg die hij wijst waar we naartoe horen te gaan. 13. Wie zijn de zuivere toegewijden, waarover hier gesproken wordt? Op een bijeenkomst van zuivere toegewijden is er geen sprake van gesprekken over materiële onderwerpen als politiek en de maatschappij. Waar zuivere toegewijden tezamen zijn, wordt er alleen over de eigenschappen, de verschillende gedaantes en het spel en vermaak van de Allerhoogste Godspersoon gesproken. Hij wordt met grote aandacht geloofd en vereerd. Zelfs iemand die één wil worden met de stralengloed van de absolute waarheid, geeft in het gezelschap van zuivere toegewijden, door onafgebroken eerbiedig luisteren naar zulke onderwerpen, zijn ideeën op en raakt geleidelijk gehecht aan het dienen van Vasudeva. Dus hier, als toegewijden, gevorderde toegewijden samenkomen,
Waarover wordt er dan gesproken? Over Krishna. Over Krishna's spel en vermaak. Dus dat is een kenmerk van. Dus we kunnen nadenken: oké, okay, als ik nu samenkom met mensen, met kennissen, wat is het onderwerp? Staat Krishna dan centraal in mijn gesprek? Dat is dan de vraag. Als Krishna centraal staat, dan is dat een mooie stap. Tegelijkertijd is dat opnieuw iets wat we niet zo gemakkelijk kunstmatig kunnen doen. We kunnen daar geleidelijk aan werken. Want die gezuiverde of gevorderde toegewijden, die doen dat niet kunstmatig. Die doen dat met smaak. Gaan met plezier. Gaan ze spreken over Krishna's spel en vermaak. Het is niet dat ze daar droog een boek nemen of zoiets en daar droog uit voorlezen. Nee, ze gaan in hun gesprek gaat gewoon Krishna het centrum zijn en ze gaan gewoon met smaak daarover hun realisaties naar elkaar toe uitspreken. 14. In een vorig leven kende men mij als Maharaj Bharat. Ik bereikte toen volmaaktheid door me volkomen te onthechten van materiële activiteiten. Door directe ervaring en door indirecte ervaring, namelijk door het besturen van de Veda's. Ik ging volkomen op in het dienen van de Heer, maar het was mijn ongeluk dat ik zo gehecht aan een hertje raakte, dat ik mijn geestelijke plichten begon te verwaarlozen. Als gevolg van mijn diepe genegenheid voor dit hert, moest ik in mijn volgende leven het lichaam van een hert aannemen. Kijk, hier geeft Maharaj Bharat zelf toe dat hij diepe genegenheid had voor het hartje. Dus die diepe genegenheid had hij in zijn situatie met zoveel ervaring als koning en als vrome koning, had hij niet mogen toestaan dat hij die diepe genegenheid, die zou hij voor Krishna hebben moeten verder ontwikkelen. Maar niet voor een hertje. En daarom wordt er ook gezegd dat zijn probleem was dat hij, dus als koning, ging hij naar een heilige plaats, maar hij nam niet directe toevlucht tot een geestelijke leraar of tot een iemand, hij nam niet echt zijn toevlucht tot iemand die hem begeleidde in zijn spiritueel leven. Anders als Bharat een geestelijke leraar had gehad daar te plaatsen waar hij was, als hij iemand onder de leiding van iemand was gegaan die spiritueel vergevorderd was, dan had dit niet gebeurd. Want die geestelijk gevorderde persoon, die zou hem erop gewezen hebben van Bharat, wat doe je? Waarom stop je zoveel van je gevoelens in dat hartje? Je bent hier toch om je relatie met Krishna te verdiepen. Niet met een hartje. Welke kant gaat het op als je zo verder gaat? Iemand had hem daarop gewezen. Maar hij was wel een individuele persoon in een bos waar ook andere sadhus waren. Hij had niet zijn toevlucht gezocht naar een van de sadhus om hem te begeleiden en te beschermen in zijn geestelijk leven. En daarom kon dit met hem gebeuren. Anders had dat niet kunnen gebeuren. Dan gaan we naar 15. Beste heldhaftige koning, als gevolg van mijn oprechte dienst aan de Heer in het verleden, kon ik mezelf in het lichaam van een hert alles van mijn vorig leven herinneren. Omdat ik me bewust ben van mijn val in mijn vorige leven, ga ik nu de omgang met gewone mensen altijd uit de weg. Ik ben bang van hun slechte, materialistische gezelschap en zwerf alleen rond, onopgemerkt door anderen. Dus hij heeft zijn lesje geleerd daaruit en hij
Hij kon zich herinneren wat zijn vorig leven was. Dus in functie daarvan heeft hij dan aanpassingen gemaakt in zijn leven. Laatste vers. Door gewoon met verheven toegewijde om te gaan, kan iedereen volmaakte kennis krijgen en met het zwaarder kennis de illusionaire banden die hem in deze materiële wereld houden, aan stukken hakken. Dankzij de omgang met toegewijden kan men opgaan in de dienst van de Heer door te horen en te chanten, Sravanam Kirtanam. Zo kan men zijn sluimerende Krishna-bewustzijn opwekken. En als men door blijft gaan met het ontwikkelen van zijn Krishna-bewustzijn, teruggaan naar huis, terug naar God, zelfs nog in dit leven. Dus het laatste vers is heel hoopvol. Hè? Zo was het ook heel hoopvol voor Jadbharat, die heeft kunnen corrigeren wat hij heeft fout begaan. En die is dan, heeft er dan zijn laatste leven van gemaakt, zeg maar. Maar, het bestaat wel duidelijk, door het opgeven van de omgang met wereldse mensen. En ten tweede, door de associatie op te zoeken van andere toegewijden. Dat zijn basiselementen in ons spiritueel leven. Mahima Hare Krishna Prabhuji, dank u wel voor de mooie lezing. Ik heb nog een vraagje bij de betekenisverklaring van Srila Prabhupada van vers 8. Toen ik dat las, het laatste alineaatje. Dit is een samenvatting van de fenomenale en nominale filosofie. De fenomenale wereld is afhankelijk van het nominale bestaan. Dat ik dacht van, oei, Srila Prabhupada heeft even Immanuel Kant gelezen, want dat is Kant, dat is zuiver Immanuel Kant. Maar ik begrijp niet goed, de fenomenale wereld is afhankelijk van het nominale. Kunt u dat eventueel toelichten? Want volgens mij is er een wisselwerking tussen beide. En is het niet, zijn ze beide afhankelijk van elkaar, als dat zou lukken? Voor de fenomenale wereld is de wereld zoals wij die waarnemen. En de nominale wereld is de wereld van ideeën die alleen door de filosofische geest gekend konden worden. Dus ja, dat is een. Ja, wat nominaal is voor mij de betekenis dat we autonoom kunnen zijn, dat we zelf onze keuzes kunnen maken. We kunnen kiezen om tegen iets op te gaan, we kunnen kiezen om voor Krishna te zijn. Dat is juist het nominale. En het fenomenale, volgens wat ik me herinner, is meer het fragment. We zijn deel uit van een groot geheel van, hoe had ik het opgeschreven? Van een oorzakelijk geheel. Dus ik snap niet dat het oorzakelijk geheel ineens afhankelijk wordt van onze vrije gedachtegang. Dus daarmee dat ik zeg van, ik denk dat er een wisselwerking moest zijn tussen beiden. Oké, goed, ik kan verkeerd zijn hoor, maar. Ja, Sri Prabhupada spreekt hier over een samenvatting. Dit is een samenvatting van de fenomenale en nominale filosofie. Ja, oké. Mag ik daar misschien op reageren? Want ik kwam die passage ook tegen, dus ik moest zelfs even opzoeken wat nominaal betekent en fenomenaal nou. Maar eigenlijk lees ik het als een soort samenvatting van wat er in de voorgaande verzen is gezegd. Dat de materiële wereld eigenlijk berust op een illusie. En de enige realiteit die er bestaat is een spirituele, een transcendentale realiteit. En ik denk dat dat eigenlijk daar min of meer gezegd wordt, in andere woorden. Dus de fenomenale wereld is eigenlijk een wereld die niet echt bestaat. En die bestaat alleen dankzij de gratie van de nominale wereld. Snijdt dat hout wat ik zeg?
Want eigenlijk is er geen wisselwerking de andere kant op, zegt Srila Prabhupada. Omdat de fenomenale wereld, hè, zeg maar de materiële wereld, die berust op illusie. Dus er kan er eigenlijk geen wisselwerking zijn tussen nominale en fenomenale wereld. Want het een is een illusie en het ander is, is de werkelijkheid, de transcendentale werkelijkheid. Ja, omdat wij weten dat het een illusie is. Maar als ik zeg, ik denk, dus ik ben, draaien we het om. Maar oké, we gaan er niet te ver op ingaan. Maar ik begrijp wat dat wilt zeggen. Maar daarmee dacht ik, er zit meer wisselwerking is. Omdat wij notie hebben dat de hele materiële wereld, zoals u zei, Prabhuji, in het begin, gewoon illusie is. En niet meer dan dat, alles is van Krishna. En wij denken dat wij het zijn. Daarom heeft hij ook de aarde geschapen voor ons, dat wij in illusie zouden mogen blijven, maar ook dat we uit de illusie zouden mogen komen. Oké. Okay. Ja, ik kan alleen maar zeggen, dank u voor jullie realisaties. Ik heb weinig realisatie aan toe te voegen aan dit gedeelte. Oké. Okay. Hare Krishna, dank u wel. Graag gedaan. Ravinder Swarup Prabhu. Hare Krishna Prabhu, dank u wel. Leuk om u weer eens te zien voor een presentatie. Ik had een vraag. Hè. Er wordt heel vaak over omgang met zuivere toegewijden gepraat. Hè. Ja. Ik weet nog steeds niet hoe ik een zuivere toegewijde moet herkennen. Is het door de genade dat wij een Krishna krijgen om een zuivere toegewijde te mogen ontmoeten? Ik herinner me nog, in 2012 bent u naar de Weimarstraat geweest samen met Kadamakan en Swami, omdat ik een innerlijke behoefte had om een Swami te ontmoeten en me over te geven. En die dag, vergeet ik niet, was naar de achterkamer geweest in de Weimarstraat. Moeten we dan wachten op zulke momenten dat we de kans krijgen om een zuivere toegewijde te ontmoeten? Of moeten wij op zoek gaan naar een zuivere toegewijde in heilige plaatsen zoals Radha Desh, Vrindavan, Mathura, Mayapur? In de geschriften vooral wordt voorgesteld om te associëren met toegewijden. Ja. Natuurlijk, onder alle toegewijden is de zuivere toegewijde de beste toegewijde om met te associëren. Maar zolang als we zelf niet een bepaalde zuiverheid hebben, gaan we ook moeite hebben om te begrijpen wie een zuivere toegewijde is en wie niet. Ja, precies. De eigenschappen van toegewijde die staan beschreven, zelfs in Bhagavad Gita, en de eigenschappen van een Vaishnava, van toegewijde enzovoort. Maar we hoeven ook niet. Kijk, de essentie is dat je associeert met toegewijde. En wij kunnen veel leren via de toegewijde, via een manier van omgaan, gedragingen en zo. Bijvoorbeeld, als, net zoals hier beschreven staat, als zuivere toegewijden samenkomen, dan gaan ze over Krishna praten. En dat zijn allemaal kenmerkingen. Dan heb je de 26 eigenschappen van een Vaishnava. Dat zijn allemaal kenmerken die je kunt terugvinden in toegewijden. En het is Krishna's genade als hij ons een zuivere toegewijde op onze weg stuurt. Maar zelfs al is die zuivere toegewijde er niet direct, en zoals met Sri Prabhupada was dat heel duidelijk, met andere toegewijden zal dat misschien minder duidelijk zijn. Maar het belang, de essentie is dat wij ons omgeven met toegewijden, dat we toegewijden dienen. En op die manier gaan we meer inzicht krijgen in het Krishna-bewustzijn. En als Krishna dan op een bepaald moment ons een zuiver toegewijde op ons pad stuurt, dan is dat bij zijn genade dat we dat krijgen. Ja. En ook al hoeven we dat of kunnen we dat niet
kunnen we die persoon niet meteen erkennen. Zuivere toegewijde. Toch houden we ons aan het principe om ons steeds te omringen met toegewijde. En ook al zou van die toegewijde die ons omringen op een bepaald ogenblik iemand misschien wegvallen omdat hij op de een of andere manier terugvalt in de materiële wereld, blijven we ons toch houden aan dat principe om met toegewijde om te gaan. Want zelfs wat toegewijde dan, die vooruitgang die toegewijde heeft gemaakt, gedurende zijn 10 jaar als toegewijde zijn, dus ook al zou hij dan op een bepaald ogenblik terugvallen in de materiële wereld, hij heeft ook vooruitgang gemaakt en wij hebben ook vooruitgang gemaakt door te associëren met toegewijde. Dus het principe, het is niet zo essentieel dat je meteen moet kunnen pinpointen, zeg maar, moet kunnen aandelen, oh, dat is een zuiver toegewijde, dat is niet zo'n essentieel punt van onderzoek. Het is aan Krishna het is in Krishna's handen of hij ons op ons pad een zuiver toegewijde wil sturen of niet. Want dat kunnen anders moeilijke onderwerpen van gesprek zijn. Want hoe ga je nu bepalen, oh, dat is een zuiver toegewijde. Nee, hij is geen zuiver toegewijde. Wij hoeven niet op dat niveau. Dat is mijn probleem ook, inderdaad. Van wie is het wel, wie is het niet? En hoe dan verder? Ik bedoel, dat wordt heel vaak aangekaart. Hè. Denk eraan, associëren met toegewijde, zuivere toegewijde. Ga naar de tempel. Maar als je naar de tempel gaat, ja, het ligt aan mij, denk ik, hoor, dat ik dan geen toegewijde kan herkennen. Ik weet het niet. Ik heb er nog steeds moeite mee. Ja, het is niet nodig voor ons om zo analytisch naar toegewijde te kijken. Het is belangrijk dat we associëren met toegewijde. Dat we hen dienen, dat we hen prasadam serveren, dat we schenken geven en krijgen. Dat is die relaties met toegewijden, die zijn interacties met toegewijden zijn zeer belangrijk. Tegelijkertijd, we weten ook als een zuivere toegewijde 1/10.000ste van een seconde of een 1/1000ste van een seconde, als je in contact bent met een zuivere toegewijde, dat heeft een eeuwig effect op jouw bewustzijn. Ja. Maar tegelijkertijd, is het ook zo dat in Srila Prabhupada sommige van zijn toegewijden vielen weg. Van zijn discipelen vielen ook weg toen hij nog op deze aarde was. Dus het is aan ons. Het is niet dat je dan, je ziet een zuiver toegewijden en meteen ben je ook helemaal zuiver toegewijd. Nee, er is nog werk op de winkel. Iedereen moet zijn eigen vliegtuig vliegen terug naar Krishna. Mm-hmm. Ja. Je krijgt genade door te associëren met toegewijde. En je krijgt extra genade door te associëren met zuiver toegewijde. Ja. Maar in geen van beide gevallen is het zo dat je dan in je zetel mag gaan zitten en dan terug back to Godhead gaat. Nee. Dat is niet... Dank u wel voor uw uitgebreide reactie. We zien elkaar binnenkort. Ja, Rida is Tanja. Ik ben heel erg blij dat u de lezing heeft gedaan en zo uitgebreid de versen heeft besproken. Er was veel tijd voor, dat is ook fijn. Ik weet dat u de tijd vindt om bij elk vers ook een uitleg te geven. En heel erg bedankt in ieder geval voor uw aandeel. Voor vandaag. Iedereen heel erg bedankt voor jullie aanwezigheid ook vandaag. Het is na. Het is na.